Dag, jongens en meisjes. Ja, vandaag is het dan eindelijk 5 december. En dat is ook de laatste dag van het bezoek van Sinterklaas aan ons land. Maar herinneren jullie je nog hoe de Sint 3 weken geleden met de boot in Nederland aankwam? Het was toen heel druk in Volendam. Honderden kinderen en ook veel grote mensen stonden aan de kade om Sint-Nicolaas te verwelkomen. Daartussen, tussen al die mensen, stonden ook Marretje, Raymond en baas Bolder. En wat er verder met hen gebeurde, dat gaan we nu zien in het verhaal De Witte Piet. Marretje, waar zit je nou toch? Waar is ze nou weer gebleven? Marretje, waar zit je? Hier, maar Bolder. Hier. Oh. Marretje, de Pieterbazen komen, Marretje. Ja, aanpakken. Hé, hey, dacht ik haal het nooit. Nou, ze komen er toch aan en nu was er niet. Oh, daar komen ze. Wat ben ik blij je weer te zien. En ik jou.
mij. Oh, jou ook. Marretje ruikt naar pepernoten. Marretje ruikt naar speculaas. Marretje heeft een suikerhartje. Wangetjes van marsepein. Zeg, mag ik je vriendje zijn tot het feest van Sinterklaas? Marretje, is er genoeg marsepein? Marsepein. Ja, verrukkelijk. U zou niet weten wat u zonder haar zou moeten beginnen, denk ik zo, hè? Ja, maar weet u, Marretje snoep. Snoep. Marretje eet mijn pepernoten. Marretje eet mijn speculaas. Marretje zult een suikerbeest en van letters van banken. Marretje droomt s'nachts in bed van de snoep van Sinterklaas. Marretje, Marretje van de bakker, Marretje van het marsepein. Marretje, Marretje klein maar dapper, Marretje, Marretje pink en wakker. Wat zou de winkel en wat zou de bakken, wat zouden wij zonder Marretje zijn? Wat zouden wij zonder Marretje zijn? Oma, dat zijn de pepernoten. Hier was Bolle. En de speculaas! Speculaas, speculaas! In de bakkerij! Maar de suikerbeesten, ik zie suikerbeesten! Zijn al in de vrachtwagen! En de borstplaat! Ja, Marsje! De borstplaat, daar is de borstplaat gedicht! Hier, Bartvormen! Marretje rolt de pepernoten, Marretje weet de speculaas. Al de zoete suikerbeesten en de letters van banket. Marretje kon niet in bed tot de feest van Sinterklaas. Nog iets, senor Piet? Ja, bijna geen. Let op, nu komt het. Wat komt nou? Nou begint hij over appeltaart. Daar is hij dol op. Ja, ik zou nog wel graag een appeltaart willen hebben. Martje, één appeltaart. Appeltaart hebben we niet. Martje! Nou, wie eet nou een appeltaart als een banket, speculaas en marsepein en van alles is? Ik. Ik bedoel Sinterklaas. Sinterklaas is dol op appeltaart. Maar appeltaart, Marretje, dat is het heerlijkste wat er bestaat. Maar dan weet ik het goed gemaakt. Ik zou nu eens even gauw wat zeggen. Ik wil vandaag nog persoonlijk Sint-Nicolaas een heerlijke appeltaart komen aanbieden. Ter ere van zijn komst. Marretje, noteer appeltaart. Ja, prachtig, prachtig, prachtig. Hartelijk dank, bakkenbolder. Nou, en tot de volgende keer. Dan weer. Tot ziens. Hartelijk dank. Staat de vrachtwagen geladen? Ja? Ja, ja, ja. Dan naar het hoofdkwartier. Allee. Dag, Marretje. Is me dat werken? Nou, zeg het toch wel, Bas. Marretje, wat eet je daar? Stukje gebroken hart, Bas. Snoepen, snoepen, snoepen. Altijd maar snoepen. En u dan? Ik keur de marsepein die jij hebt gemaakt. Ja, en ik keur de gebroken harten die u op de grond hebt laten vallen. Marretje, er komt nog eens een dag dat ik de timmerman moet laten roepen om jou achter de toonbank uit te zagen. Hé, Jack is baas. Ja, en toch komt het er nog eens van. Snoep, 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 snoep. Kan je nou nooit eens aan iets anders denken? Nou, ik denk heus wel aan iets anders ook, hoor. Een heleboel dingen. Aan de klanten en aan de bestellingen en
aan de stoep die gedweild moet en het belletje wat gepoetst moet worden en de ruiten en de spiegel. De appeltaart. Oeh, wat Bulder, denkt u om de appeltaart? Ik stel de appeltjes wel, hoor. Ja, zeker. Ja, ja, ja. Nee, mannetje. Nee, mannetje. Zie je wel dat Bas Bolder gelijk hebt? Je denkt ook aan niks anders. Ja, hij ook niet hoor. Lekker bij mijn lekkertjes, lekker bij mijn snoep. Alles is zo lekkertjes, alles is zo zoet. De wereld is van marsepein en weet je wat mijn vriendjes zijn? Ze zijn van zoete koek. Lekker, lekker, lekkertjes, de huizen zijn van drop. De kerk is van pepermunt en suikerhaan erop. De school is achter chocola, hij smelt haast in je hand. De meester is van kauwgum en juf is van fondant. En wil je zitten zoals ik, dat is niet zo moeilijk hoor. Je trekt je nergens wat van aan, de wereld draait wel door. Nee, Marretje, nee, hé, hey, Marretje, hé, hey, hé, hey, iedereen, kijk eens om je heen. Marretje, Marretje, doe toch iets. Jij hebt alle lekkertjes, de anderen hebben niets. Lekker bij mijn lekkertjes, lekker bij mijn snoep. Alles is zo lekkertjes, alles is zo zoet. Ik zit maar in mijn suikerhuis, ik ben voor niets en niemand boos. Alleen voor snoep en koek. Ik snoep wat jij niet snoept. Ik zie alleen maar zoet. En al het andere zie ik niet. Mij gaat het lekker goed. Nee, Marretje, nee. Hé, hey, Marretje, hé. Hey, hé, hey, iedereen. Kijk eens om je heen. Marretje, Marretje, doe toch iets. Jij hebt alle lekkertjes. De anderen hebben niets. Pieterpaas was. Waarom spreek je dan Spaans als je maar gewoon jongetje bent? Yo, Español. Raymond. Yo, Marretje. Kijk je wat op, hè? Dat ik Spaans spreek. Ja, dat moeten wij wel in ons vak. De pieterpaasen lopen hier in en uit, ja. Heb ik van de televisie geleerd. Maar hè, wat doe jij in Holland als je een Spanjaard bent? Mi padre. Padre, wacht even, dat heb ik geleerd. Even opzoeken, hoor. Padre. Padre. Vader. Vader. Die padre trabaja aquí in Holanda. Werken. Werken? Oh, werken! Je vader werkt hier in Holland. Oh, nou snap ik het. En wat doet je vader? Mi padre es el mejor chofer del mundo. Wat? Mi padre, beste chofer. Boom, del mundo. De beste chauffeur van de hele wereld? Alsjeblieft. Mi madre ook in Holanda. Oh, madre, moeder, jij en je vader allemaal in Holland. En mijn zusje. Fina, Isa, Dunja, Maribel, hele kleine. Oh, en nou kom jij natuurlijk iets lekkers kopen voor je kleine zusjes, hè? Nou, ik iets vragen. Ik heb gezien pieterbazen komen hier. Ja, altijd. Lopen je in en uit. Wij zijn de beste leveranciers van Sinterklaas. Me guarda mundo. Wij niet krijgen. Nooit iets van Sinterklaas. Nunca. Wat? Nooit? Nooit nunca? Nunca. Niets? Nada. Nunca nada, niets, maar hoe kan dat? Wij Spanjaarden, Spanjaarden niet in je grote boek. Mijn zusje Fina, Isa, Dunja, Maribel niet, niet begrijpen. Oh, maar dat is vreselijk, Raymond, daar moeten we iets aan doen. Ja? Dus jij wilde het grote boek? Ja. Ja? En alle zusjes? Zie cadeautjes? En de kinderen van Nederland, zie cadeautjes. En mijn zusjes nog cadeautjes. Oh. Maar dat maak ik zo in orde, hoor. Natuurlijk. Wat denk je wel? Wij zijn toch zeker de beste leveranciers van Sinterklaas? De kinderen moeten in het grote boek. Wat is dat nou? Kom mee, Raymond. We gaan meteen naar Sinterklaas zelf. Stel je voor, zeg. Nada nunca. Woehoe! Ah, Bulder, ik ben even weg. Even weg. Even weg, vader. Dat is ook fraai. Even weg op de dag dat Sinterklaas komt. En ik maar zwoegen, ik maar zwoegen. En zij denkt alleen maar aan wegwezen en aan snoepen. Ja. Eén ding moet ik zeggen.
Dus een goed marsepeinjaar dit jaar. Expeditie! Boekhouding! Boekhouding! Wachttafel! 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 Wachterij! Stomerij! Hé! Hey. Slaapzaal. Nou, en als ik zeg Nada Nunca, dan zegt Sinterklaas meteen natuurlijk van, kom mee, we gaan... Oh nee, weet je wat? Wacht jij maar hier, hè? Hier, goed vast. Hé, hey, wat moet dat? Moet Sinterklaas spreken. Ja, maar dat gaat zomaar niet. Het is Marretje. Marretje? Ja, Marretje. Wat is hij hier? Nee, je kan niet eens in de klimaat. Laat dan maar even. Nee, moet je nooit even volgen. Marretje, Marretje, klein maar dapper. Marretje, Marretje, flink en wakker. Wat zou de winkel en wat zou de bakker? Wat zou de wijk zonder Marretje zijn? Nou, laat me nou toch even. Er is toch niets mis met de bestelling, hè? Wel nee, met Marretje is toch nooit iets mis? Zeg dan wat je moet, Marretje. Ja, wij zijn toch je vriendjes? Ja. Nou, luister. Hey hier, hè? Hé, en zijn zusjes, Fina, Isa, Dunja en Maribel, hebben nog nooit iets van Sinterklaas gehad, omdat ze Spanjaarden zijn. Nou? Oh, Spanjaard, jij? Oh. Espanol, tú. Sí, sí, Espanol. Oh, Espanol. Oh, Espanol. Hola, amigo, amiquito. Hola, amigo, amiquito. Hoe heet jij? Ramon! Abrito, amigo. Kijk, daar heb je daar mijn vriendje. Tierra del País del Sol. Komt uit een land van zon. Amiguito, amiguito. Vriendje, 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 vriendje. Un amigo español. Un amigo español. Bienvenido, amiguito. Bienvenido, amiguito. No, aquí no hace sol. Nee, we hebben hier geen zon. Bienvenido al frío. Welkom, vriendje, in de winter. Amiguito español. Amiguito español. Kinderen lopen kleumend in een dikke trui van wol. Maar daar komt opeens dat vriendje, amiguito español. Bienvenido, amiguito, no aquí no hace sol. Bienvenido a Holanda, amiguito español. Dan wordt het 5 december, alle hartjes lopen vol. Dan kan niemand zonder vriendje, amiguito español. En we zeggen bienvenido, viva tu país del sol. Amiguito, amiguito, amiguito español. Beste kind. Sinterklaas, is dit het grote boek? Jazeker, mijn kind. Moet eens luisteren, Sinterklaas. Nou, dat gaat niet, meisje. Een ogenblikje, Sinterklaas. Ik regel dit wel even. Ja, maar ik wou even... Ja, maar Piet. Nou, werkt u maar even door, Sinterklaas. Dat komt best wel. Nee, ik wou met Sinterklaas even iets vragen. Wie heeft haar hier binnen gelaten? Zijn ik daar twee wachtposten voor? Twee adjudanten? Je hebt gehoord wat er gezegd hebben, hè? Een Pieterbaas die niet waken kan, is geen Pieterbaas. Je gaat linearijk naar terug naar Spanje. Ja, maar bij die klopt. Jullie hoeveel kindertjes er in Nederland wonen? Zo'n slordige 2,25 miljoen. Die zouden allemaal graag eens een keertje binnen willen komen hier, hè? Om naar de Sint te kijken, met de opperpiet te praten. Paard een klontje geven, in het grote boek loeren. Je begrijpt zeker wel dat we daar niet aan kunnen beginnen, hè? Daarom zijn er twee wachtposten hier. Dat niet iedereen hier maar in en uit kan lopen. Ja, maar Marretje is toch niet iedereen? Nee, nee, wij dachten dat Marretje. Ja, Marretje. Marretje. Marretje.
Oh, jij komt natuurlijk die verrukkelijke appeltaart brengen, hè? Oh, waar is die? Ja, de taart komt eraan, ziet u. Maar hij was een beetje zwaar. En u begrijpt, wij wilden natuurlijk een hele grote taart voor u maken. Ja. Nou, dan stuur ik toch een vrouw een paar knechtjes om hem te halen, hè? Een stuk of twee, drie. Nee. Bakker Bolder wilde hem graag zelf brengen, ja. En toen dacht ik, ik ga maar vast vooruit om het te zeggen. Ziet u? Mm-hmm. Zodoende. Zodoende? Zodoende. Dat is heel attent van je, mannetje, dankjewel. Ja, nou, hier toch wie je bent, hè, Sinterpiet. Moet eens even goed luisteren. Dat is een Spaans jongetje, hè, Raymond. Mm-hmm. En die heeft vier zusjes. Isa, Infina, Dunja en Maribel. En die hebben nog nooit iets van Sinterklaas gehad, omdat ze Spanjaarden zijn. Ze staan ook niet in het grote boek. Alle kindertjes in Holland waren zie cadeautjes en hij zei no cadeautjes. Nunca, nada, niets. Ai. 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 Ai, ai, ai. Weet je zeker dat het een Spaans jongetje is, Mar? Ja, senor Piet. Ja, dan ben ik toch bang dat er niks aan te doen is, hoor. Kijk, je hebt er net zelf al gezien, kind, dat Sinterklaas het veel te druk heeft met alle kindertjes die hier in Nederland wonen, dus. Maar zij wonen hier toch ook? Ja, maar toch niet volgens ons, volgens mijn gegevens. Ze staan niet in het grote boek uit af. Nou, dan zet u ze erin, uit af. Ja, maar je begrijpt toch wel, lieve Mar, dat we daar niet aan kunnen beginnen. Uit af. Zeg, als jullie dan eens een keer de ronde gingen doen, hè? Je ziet wat ervan komt. Maar, senor Piet, luister eens, dat jongetje. Is het gelukt? Ai, 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 mi amiquito, ai, 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 se va el sol. Ai, 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 mi amiquito, amiquito, español. No? Sí, sí, sí. Ik moet alleen nog even op antwoord wachten. Ga jij maar vast, hè? No. Ja, sí. Ik kom wel naar de winkel of zo, hè? Sí, adios. Ik kon het opeens niet tegen hem zeggen. Ik kon het gewoon niet. Die hoge Piet ook, met zijn 2 miljoen kinderen. Waarom mogen zij er nou niet bij? Het zijn maar hele kleintjes. Als hij me maar met Sinterklaas zelf had laten praten, hè? Nou, maar ja, die heeft het te druk, dat is waar ook. Weet je wat ik doe? Ik blijf hier gewoon zitten, wachten tot Sinterklaas komt. Ik wou dat er maar iets gebeurde, hè? Dat Sinterklaas kwam en ineens zijn handschoen verloor. Of nee, dat er een knoop van zijn mantel sprong. Dan sprong ik op en dan zei ik, Sint, ik heb altijd mijn naaldje, mijn draadje bij me. Nee, knoop is ook niks. Nee, iets anders, iets, ja, dat er brand kwam en dat ik ineens... Rook? Brand! Malle Marretje, dat is gewoon de wasserij. Ja, stomerij. Strijkerij. Malle Marretje. Een stomerij hier? Ja, hoe dacht je dat onze pakken eruit zien na 1 nacht op het dak? Die moeten elke dag schoongemaakt worden. Er is dus helemaal geen brand. Nou, nada. Oh, nou, moet weer. Annetje, Ansje, Adrie, Annetje. Annetje, Ansje, Adrie, Annetje. Albertje, Arie, Anton, André. Albertje, Arie, Anton, André. Berend, Bianca, Bartje en Betje. Staan ze erin bij de A en de B? Ja, ze staan hier bij de A en de B.
Corrie en Dientje, Emmy en Fientje. Corrie en Dientje, Emmy en Fientje. Jan, Piet en Klaas en Kees en Jeroen. Dat zijn er samen 250.000. Dat zijn er samen 250.000. Jelle en Tjitske, Peerke Marieke. Jelle en Tjitske, Peerke Marieke. Doeke en Lieve, Sjulke Martin. Doeke en Lieve, Sjulke Martin. Barbertje, Klaske, Pier Leonieke. Staan ze er allemaal, allemaal in? Allemaal, allemaal staan ze erin. Jebbe en Tabe, Bubbe en Abe. Loris en Kaspar, Loke en Sjoen. Dat zijn er samen 250.000. Dat zijn er samen 250.000. Wel een beetje nauw, zeg. Nou, vooruit. Nou, nog een pretje. Kijk er eens, wat een prachtstuk. Is het geen schoonheid? Wat bent u toch een geweldige bakker, baas Bolle. En zo vlug. Pak hem in, Marretje. Maar voorzichtig hoor, hij is nog warm. En niet aan pulken. Ik ga hem meteen even wegbrengen. Maar even opfritsen. Ja, baas. Wat zit je toch altijd met je hand in je wang? Ik heb een beetje kiespijn, baas. Kiespijn? Ja. Kiespijn, hè? Ja, en ik kom vandaag een snoep. Marretje, waar is de schoenpoets? De schoenpoets? Ja, de schoenpoets. Ik kan toch zeker niet met ogenpoets de schoenen bij Sint-Nicolaas komen? Nee, baas. Marretje. Marretje, wat doe je daar? Je zat zeker weer te snoepen, hè? Nee, baas, heus niet. Je hebt zeker toch van de taart gepulkt. Nee, baas, heus niet. Ja, je hebt gepulkt. Frank, nee, laat me je handen zien. Ik wil met mijn ogen tellen. Marretje, ben je... Nee. Buenos dias, senor Bolde. Buenos dias, buenos dias. Was Sinterklaas een bestelling vergeten? Si, si. No. Ah, de taart. Ik snap het al. Die komt voor de appeltaart. Nou, die is klaar, hoor. Ik stond juist op het punt om hem persoonlijk te gaan brengen. Ik ga meteen met u mee. Wij is nou toch gelaten. Ze zo met... Oh, ja. Nee. Is hem dat niet, senor Bolder? Ai. Wat een prachtstuk. Hoe kan u dat zo... Ja, dat is nu het geheim van de taartensmid, signora. Zegt u maar Pietje, hoor. Signor Pietje. Signor Pietje, nou, zullen we dan, hè? Maar... Oh, ik draag hem wel. Ga u mee? Nou. Ja, daar gaan we. Nou. Nou,
Vooruit nou, senor Pietje. Zo mooi. De welgeboren heer geboren Bolder, die een prachtige taart voor u heeft gebakken ter ere van uw komst. Ah. Nee, maar dat vind ik buitengewoon aardig van bakker Bolder. Zeker een appeltaart, hè, Piet? Nou, bakker Bolder, ik stel voor dat we de taart maar meteen gaan aansnijden, hè? Ja, maar dan wel een flink stuk voor Sinterklaas. Oh, nee, ik ben niet zo op al dat gesnoep. Eten jullie maar lekker op. Dan ga ik eens even kijken hoe de trouwe schimmel het maakt. Ja. Zo. Zo. Doe er wel voorzichtig, Sint. Dat bakker, dank u wel. Zo. Ja, ik zeg het ook altijd, hè. Ik heb het ook nooit zo erg op het gesnoep, hè. De tandjes, hè. Ja, dat zeg ik ook altijd tegen Martje. De tandjes. Ja. Maar ach ja, voor een keer. Au! Au! Lop! Mijn tanden! Oh. Bakker Bolder, ik geloof dat u mij een poets had willen bakken, hm? Een poets? Wel nee, senor Piet. Een appeltaart! Daar heb je toch zelf over gevraagd. Het is wel poets. Schoonpoets. Wat hebt u hierop te zeggen? Nee, dat kan niet. Nee, dat is een abuis. Dat moet een vergissing zijn. Oh, wat vreselijk. Dacht in uw huis. Was Marretje maar hier. Die zou kunnen vertellen dat ik nooit schoenpoets pak. Natuurlijk is de vergissing zoiets. Zou Bakker Bolder nooit doen. Nee. Maar die Marretje misschien. Oh, Marretje, hoor. Niet zo vaak. Degene die mij een poets wil bakken, moet heel wat vroeger opstaan, hoor. Heel wat vroeger opstaan, Bakker Bolder. Poets bakken, heel vroeg poets bakken. Oh, vroeg opstaan is dat zeker niet voor Bakker Bolder. Kom, zeg. Maar wat doen we nu? Ik weet het. U gaat nu terug naar de bakkerij. En u bakt helemaal voor senor Piet alleen een hele grote appeltaart. Ja, ik bak voor u een nog veel grotere, veel fijnere. Nu meteen, ik ga vanaf. Ja. Neemt u me toch niet kwalijk. Neemt u me toch alsjeblieft. Ja, nou, je hebt gelijk, Fijntje. Het moet wel een vergissing geweest zijn. Tuurlijk is de vergissing. Zo meteen maar weer aan het werk, senor Piet. Ja, nou, nee. Weet je hoe laat het is? Kinderbed, tijd voor hun. Een dak op. Tijd voor de gang. Sinterklaas, taal van schimmel. De vrachtwagen staat voor. En denk erop, er is een sterke storm vanaf. Ja. Pieterbazen, zijn nooit moe. Laat hem blazen. No, geen nood. Over muren, over daken, langs de gevels en de grond. Zonder een geluid te maken, naar de hoogste schoorsteen toe. Pieterbazen zijn nooit moe. Pieterbazen zijn nooit moe. Jullie weer, hè? Je weet wat ik al dat zeg, hè? Een pieterbaas die zijn zak laat vallen is geen pieterbaas. Die gaat terug naar Spanje. Nee, senor Piet. Ik was het. Maar het zal nooit meer gebeuren, hoor. Nooit meer. Wat zit jij te beven daar, keeltje? Ben je zo bang voor het kleine beetje regen buiten? Kom. Ik, hè? Als het regent, dan zegt Pietje, ai, wat nu? Ai, wat nu? Maar dan kunnen wij toch tegen met een Spaanse paraplu. Si, met de paraplu. MUZIEK
op dakjes komen, gaan wij rustig onze gang. Pieterbazen zijn nooit bang, Pieterbazen zijn nooit bang. Dat moet mij gebeuren, mij bakker Bolder, de beste taartenbakker van het land, hofleverancier van Zijnse Nicolaas. Een poets, ik heb hem een poets gebakken. En als dat kleine Pietje niet tussen bijen was gesprongen, dan had hij me nog in de zak gestopt ook. Marretje? Marretje, wie jij daar, hè? Marretje? Nee. Ik hoorde toch zuiver het winkelpingeltje? Wat is er toch vandaag? Ze schuiven mijn poets in de schoenen. Ze lachen me uit. En Marretje is verdwenen, zomaar weg, weg. Hups, en zijn zeepbelletje. Niemand heeft er gezien. Het masker. Het masker is gestolen. Oh. Er is hier een inbreker geweest. Er is hier een inbreker geweest. Wat is er nog meer weg? Wat is er nog meer weg? Ik weet niks te staan. Marretje weet alles. Marretje. Hola Pietje, waar blijf je? Ga opschieten. Mam. Nooit, hè. Ik geef het op. Ik ga er vandoor. Nee, Marietje, nee. Niet doen. En Raymond dan met zijn zusjes. Oh, ik kom. Ja. Eerste zak. Neem je vel. Wat is het toch met jou, Pietje? Ja, een Pieterbaas die je dak niet haalt is geen Pieterbaas. Die sturen we terug naar Spanje. Nee, 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 niet zeggen, niet zeggen. Er was een beetje wind, hè? Ja. Ja. En nou gaat het wel weer, hoor. Ja, en mijn buisje is een beetje gekrompen in de stomerij. Hai, hai, hai. Het gaat wel. Zeg maar in welke schoorsteen ik mijn bakjes moet gooien. Dat was pas het begin. Zie je dat hoge schuine dak daar? Ja. Nou, daar moeten we overheen. Ja, en dan overspringen naar het volgende. Hey. Overspringen? Oh, niks bijzonders. Er is maar een meter of twee tussen. 2,5 misschien. Oh, 2,5? Ja. Ja, mijn broek is wat nauw. Ja, kom op, we helpen je er wel over. Kom op. Ik ga eerst. Opschieten, we hebben niet zoveel tijd. Ja, door over toe. Allee, vooruit. Nou, laat me maar even, hè. Laat me maar. Ik vind het altijd zo heerlijk hierboven. En het ruikt toch altijd zo lekker. Appeltaart. Ja, geen wonder, omdat daar de bakkerij is. Welke bakkerij? Van Bakker Bolder? Ja, natuurlijk, van wie anders? Hé, hey, waar blijven jullie? Ja, we komen eraan. Pas op hoor, het dak is zo glad als ijs. Ja, en voorzichtig Pietje, hier op de hoek waar je bijna omver. Ja! Ik haal het nooit, hè. En hier vlakbij. Oh, die lekkere bakkerij van Bakker Bolder. Daar ongeveer. Daar zou mijn zolderkamertje zijn, ja. Daar. Ik zou me daar naar binnen laten glijden door het raampje. Lekker bedje in. Spreidje over mijn hoofd. Nee, niet doen, Marietje. Nee, niet doen. Ja, ja, ik kom. Zo. Goed. Pieterbazen zijn nooit bang. Pieterbazen zijn nooit bang. Pieterbazen zijn nooit bang. Maar heeft ze nou die grote taart? Ah, ja. Nee, dat is Marretje niet. Nee, die roept altijd oeh. Ik kan er nou nog op dit uur. Het is midden in de nacht. Had ik de deur nog maar op slot gedaan, met al dat snoep in huis.
Buenas noches, señor Bolden. Buenas noches, buenas noches. Ja, ik was toevallig even in de buurt met de vrachtwagen, dus ik denk, kom, laat ik eens even gaan kijken hoe bakker Bolden het maakt. Ja, uw taart is klaar, hoor. Ja, maar daar kwam ik helemaal niet voor. Wat denkt u wel? Nee. Zoals ik al zei, ik was in de buurt met de vrachtwagen. En, maar ja, als u nou toch al klaar hebt, en u hebt het toch al zo druk om... Ja, maar... Nee. Dat zijn onze mensen. Oh, Pieterman, baas. Oh, gelukkig. Ja, ik dacht een ogenblik. Er gebeurt ook zoveel geks met mij vandaag. Nee. Het dakpomp. Nee, dat zijn onze mensen niet. Een Pieterbaas die zoveel lawaai maakt, is geen Pieterbaas. Die gaat onmiddellijk terug naar Spanje. Het is net of er iemand van het dak afvalt. En misschien je Bolder. We zijn het geen Pieterbazen. Pieterbazen vallen niet van het... Dat is... een inbreker. Een inbreker. Sinjeer Bolder, doet u het licht uit. We zijn er niet. We zijn er niet. Sinjeer Bolder, laten we ons achter de toonbank verstoppen. Ja? En als die komt, dan grijpen we met z'n tweeën. U springt hem op z'n hek. Ben u daar? Ja, hier. Ik heb met hem een klein stukje masterpijn genomen om op krachten te komen. Ja, ga ik op. Maar god, me voor. Uitstekende masterpijn, hoe ik zeg. Ja, nu, die heeft Marretje zelf gebakken. Oh, ja. Voetstappen. Grijp hem! Ben u het? Sinterklaas is er niet. Weet je wat? Ik sta zelf de naam in het grote boek. Het grote boek is weg. Heeft het meegenomen? Hè? Weer mislukt. Zie. Klopt niet. Nee, het klopt niet. Het begon met die zak. Nou ja, dat kan nog. Iedereen maakt wel eens een foutje. Ja, maar bij die regenpijp, dat was het kleinste, pieterpeuterigste regenpijpje dat ik ooit gezien had. Ah, en toch kwam hij er niet tegenop. Nee, en toen hij boven was, toen dacht hij dat hij er al was. Ja, en hij zat te trillen van angst. En toen hij van het hoge dak afgleed, toen gaf hij een gilletje. Waar denk jij aan? Dat gilletje. Dat was niet het gilletje van de pieterbaasje. Dat nou, was... Nou je het zegt. Lekker bij mijn lekkertjes, alles draait voorbij. Alles draait zo lekkertjes, alles is van mij. Ach nee, natuurlijk niet. Nee, dat kan toch niet. We moeten die Pieter gaan zoeken. Als hij zo doorgaat, loopt de hele 5e december in het 100. Ja, maar waar kan hij zijn? In de stomerij misschien. Ja, even kijken. Nee, niet. Maar dan. In de slaapzaal. Geen. Kijk, daar is hij. Ja. Oh. Hij slaapt. Hij is wit. Wit? Hij had iets op zijn gezicht gesmeerd. Ja, kijk maar, zijn hele fus is zwart geworden. Hé? Wat? Je bent wit. Nou, wit. Nou, wat zou dat, wit of zwart? Als je maar voor zorgt dat ieder kind op 5 december een cadeautje krijgt. Want dan gaat het toch ook om? Ja, daar zit wat in. Maar als je geen zwarte Piet, wat ben je dan? Nou, gewoon een witte Piet. En ik heb een zeer speciale opdracht. Een speciale opdracht? Ja. Wat dan? Vertel me. Een fout herstellen in het grote boek. Oh, Sinterklaas is terug. Een fout in het grote boek, dat kan niet. Ja. Sinterklaas is terug. Ja, weet je wat? Ik moet nu even met Sinterklaas praten, hè? Gaan jullie maar eventjes eruit. En wachten tot er iemand aankomt. En als iemand aankomt, moet je... de fluitje op je...
Ja, mevrouw. Hoor me nou eens even. Het hoort bij mijn opdracht. Oh, hij slaapt. Weet je wat? Ik zet zelf de naam in het grote boek. Hoe heet ze ook weer? Fina, Lisa, Dunja en Maribel. Nee, van boven toe gaan we een speciale opdracht. Zeer speciaal. Niks mee te maken. Ik weet helemaal niks van een speciale opdracht. Ja, maar we horen dat is toch gezegd. Dat is de opdracht van ons. Van die stad mag je naar binnen komen. Toen. Pieter, wat is er met jou aan de hand? Nog een je gevochten? Een inbreker, Sinterklaas, dus was een of andere onverlaat die de winkel van bakker Bolder in de leeg plunderen. En heb je hem te pakken gekregen? Ja. Nou, nee, dat ze zeggen bijna. En wat zeiden dat te ginnen grappen? Wij ginnen grappen helemaal niet. Nou, Sinterklaas zou me eindelijk eens een keer willen vertellen wat mijn adjudanten wel weten en ik niet. Piet, eerst jij, vertel eens. Hoe liep het af? Nou, kijk, hij verweerde zich nogal hevig. En toen zijn bakker Bolder en ik hem samen op de rug gesprongen. En toen sloeg hij op de vlucht. Maar nou, u Sinterklaas, ben je een ruiter in de nood geweest? Dan zal bakker Bolder jou wel erg dankbaar geweest zijn. Jawel, zeer dankbaar zijn. Maar vertel me alsjeblieft. Daarom heeft hij jou zeker een taart gegeven. Een taart? Speciaal voor jou. Ja, een appeltaart heeft hij meegegeven. Om met z'n allen te delen. Ja, appeltaart. Zo. Nou. Jongens, hebben jullie al een trek? Nou. Wat is dat nou? Een schortje en een mutsje. En een dasje. Een poets. Hij heeft me weer een poets gebakken. Nee, hier is de taart. Dat zijn de kleren van Marretje. Marretje, maar wat is het? Houd er, ga even, hou er tegen. Daar is ze. Nou, ja, doe maar. Alles is nou toch al verloren, hoor. Sinterklaas, het is allemaal mijn eigen schuld, hoor. Wat? Allemaal mijn eigen schuld. Ik wou eens één keertje alleen niet aan Snoep denken. Nou, u ziet er wat er van komt, hè. Schoenpoetsen in de taart, inbrekers in de winkel. En meneer Bolder, die helemaal niet meer met zijn ene oog die bestellingen kan aannemen. En mijn oog dan? Hoe dacht je dat ik met mijn ene oog die vrachtwagen moest sturen? Sint Nicolaas. Wij zijn verloren. Was dat? Niemand van ons kan zo'n grote vrachtwagen rijden. Zonder de grote vrachtwagen halen we het nooit voor 5 december. Al die pakjes, al die kinderen. Zijn er meer dan 2 miljoen. En maar zingen, en maar zingen. Zingen bij een lege schoen. Zingen bij een lege schoen. Van Isaac, Dunja en Maribel. Hij is de beste chauffeur van de hele wereld. Wie zeg je? Wie? De vader van Fina, Isaac, Dunja en Maribel. Ga gauw je vader halen. Ga gauw. Hij is de beste chauffeur bij Gordel Mundo van de hele wereld. Staan er nog niet in. Kom jij eens even hier. Wie zei je de vader van? De vader van Fina, Isaac, Dunja en Maribel. Hij is de beste chauffeur van de hele wereld. Maar hoe weet jij dat hij de beste chauffeur van de hele wereld? Ze staan erin, senor Piet. Ze staan erin. Annetje, Antje, Fina en Isa. Annetje, Antje, Fina en Isa. Barbertje, Dunja, Miep, Maribel. Barbertje, Dunja, Miep, Maribel. Isa en Ilja, Antje en Fransje, Jan, Piet en Klaas, Maribel en Ramon. Zie je nou, het moest en het kon. Zie je nou, het moest en het kon. Annetje, Antje, Fina en Isa, Barbertje, Dunja, Miep, Maribel. Zie je nou, zie je nou wel. Isa en
Nee. Sinterklaas. Sinterklaas. Ja. Het spijt me dat ik het u zeggen moet, maar u kunt nog niet wegrijden, want we krijgen nog even een visite. Waarom? Nou, er zijn nog een aantal kinderen en die... Oh, vrouwtje Bouw. Oh, mevrouw Bouwman. Ja! Oh, zeg Piet, hoe is het nou met je oog? Nou, het gaat wel, Sint, het gaat wel. Ik bedoel, het is wel te dragen, hoor. Ben je een beetje kinderachtig soms? Nou... Zal het er eens afdoen en kijken of het eruit ziet, hè? Nou, dat is toch schitterend. Dank u wel, Sinterklaas. Dank u wel. Zal ik er even vrouwtje Bouw binnenhalen met de kinderen? Ja. Adjudant, zet even de stoel hier neer van Sinterklaas. En de krukjes voor de kinderen. Ja. Daar komen ze. Vrouwtje Bouw! Oh. Dag, hoe is het ermee? Dag, Loesje. Ah, Astrid. Nieke. Ja, ik ken jullie allemaal. Kom binnen. Ja, gezellig. Met een verjaardag. Kom maar. Leuk dat jullie gekomen zijn. Ja. Venus, Venus. Wat zien jullie er mooi uit. Wat een prachtige jurk. En die ruikt alweer een mooie tekening. Dag Sinterklaas, hoe is het met u? Mevrouw Bouwman, hoe gaat Sint Volendam met u? Uitstekend, ja? Sinterklaas. U niet verkouden geworden? Nee, het is allemaal goed afgelopen. Zeg Sinterklaas, is het niet erg dat we even nog komen? Nee jongens, ik zou zeggen, ga zitten. Op een stoeltje of op de grond, waar je wil, dat is gezellig. Wat een lieve kindertje, Sinterklaas. Geweldig. Wil jij mijn staf even tegen de stoel zetten, Piet? Ja, zeker, Sinterklaas. Nou. Zeg, jongens, ga maar op de grond zitten. Ja, ja hoor. Dat kan ook. Hier kan ook een keer. Kan je er ook nog bij zitten? Nou, prachtig. Nou, dan wou, zeg alle jongens. Alle kinderen zitten, ik zit bij jou. Ja. Jij zit bij mij en die andere kinderen zitten ook bij mij. Ze kunnen nog best wat dichterbij komen eigenlijk. Is ja hoor, kom maar dichterbij jongens. Dichterbij met je stoeltje. Ja hoor. Zo. Zo, geweldig hoor. En kom jij ook maar. Prachtig. Piet, wil je die ophangen? Ja zeker, Sinterklaas. In mijn slaapkamer. Adjudant. En Sinterklaas, moeten we niet mooi. Even voor u zingen? Want dat was, waren we eigenlijk van plan, hè, jongens. Wat wilt u graag horen dat we zingen? Nou, ik heb... In Volendam heb ik dat liedje gehoord van Bimmele Bammele Bom. Kennen jullie dat? Ja, deze. Ja. Bimmele Bammele Bom, welkom. Bimmele Bammele Bom, welkom. Ja. Dat was mooi. Moet ik eens even weten wie er nou hier bij mij een liedje wil komen zingen, nu. Hier bij me. Wie wil er een liedje voor me zingen? Ja, kom maar. Jij bent? Hoe zeg je? Hester Brugman. Oh ja, dat is waar. Ook. Hester, dus Hester. Ja, dat is wel Hester. Ja. Wat ga jij zingen? Mijn vader is jarig. Mijn vader is jarig? Ook toevallig, ik ben ook jarig. Nou, laat maar eens horen. Mijn vader is jarig. Zo. Zing het maar eens. Papa die is jarig, het is een heerlijk feest. Alle zijn wij blijden, maar u het meest. Blijf nog vele jaren hier op aard. Voor die lieve kinderen en voor Piepenspaard. Nou, prachtig. Zeg, Hester bedoel ik, wat heb jij een prachtige vlechtjes. Wie heeft die erin gemaakt? Kijk eens, Piet. De zusje. Dat heeft haar zusje gedaan. Ja. Nou, geweldig hoor, dankjewel. En jij, Loesje. Loesje. Zing jij voor mij ook een lied? Kom maar even bij me zitten. Zo. Ik heb lekker met z'n manden. Ik heb lekker z'n vende manden. Prachtig. Ja. Erg goed lied. Prachtig. Zeg, vind je het fijn bij Sinterklaas? Ja. Ja? Vind je mij wel lief? Ja? Wou je iets aan Sinterklaas vragen? Ja, wat dan? Wat? Ja. Oh. Wat?
Ja, kon het niet zo goed verstaan. Alle krukken van de kindertjes. Ja. Ja. Loesje, heb je wat aan Sinterklaas gevraagd? Ja, wat? Ik heb het niet gehoord. Mag het niet weten. Loesje kan heel mooi dierengeluiden namen, Sinterklaas. Dierengeluiden? De andere kinderen misschien ook wel, hè? Maak jij het weer op. Wacht, ik maak het paardje klaar voor Sinterklaas. Gaat hij weg? Ja. Straks gaat Sinterklaas weg op het paardje. Ja, ja. Blijf jij dan hier? Nee, ik neem het paardje mee, want ik moet Sinterklaas helpen. Dan? Ja, want Sinterklaas heeft de druk. Allemaal cadeautjes brengen. Je wil een beetje hooi meenemen. Nou, het paardje heeft al veel vergeten. Hij moet nu werken. Ik maak hem al los. Kijk maar. Ja. Je moet nog niet weggaan. Wij willen toch nog niet dat Sinterklaas weggaat? Nee, ik wil even eerst een liedje met z'n allen horen. Ja. 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 Oh. Ja. Eerst een paar snoepjes, Sinterklaas. Ja. Want je bent jarig vandaag, dus ik heb alle kinderen een paar snoepjes. Mijn snoepjes. Oh, een ander hier, zo. Oh, om jou, Loes. Ja. Ja, oh, die zit helemaal alleen, Sinterklaas. Die zit helemaal alleen. Als ze op de grond vallen, is het nu niet zo erg, want er zitten papiertjes omheen. Sinterklaas, mag ik even iets vragen over het paard? Ja. Hoe oud is het paard? Het paard is 12 jaar. Oud al, hè? 12 jaar, ja. Is het een meisje of een jongen, het paard? Het is een meisje. Ja, hoe heet Heel lief meisje. Zoals Mona. Sosmona. Sosmona, ja. Mooie naam, hè? Ja. Zeg, het paard heet Sosmona. Wist je dat al? Ja. Zijn kinderen die dat weten? Ja, ik ben een beetje dom, hè? Maar Sinterklaas krijgt het paard nou iets extra's, want het is natuurlijk een erg drukke avond, hè? Nou, dat hangt van de kinderen af of het paard iets extra's krijgt. Doen jullie iets extra's in je schoen? Ja. Een wortel? Ja. Ja? Grote wortel? Of een stukje wit brood? Houdt je ook zo van? Wat doe jij? Brood in. Doe jij er wel eens brood in? En wie zet er wel eens een glaasje water bij zijn schoen neer? Voor wie is dat, Sinterklaas? Dat glaasje water? Ook voor het paard. Dat kan niet Sinterklaas, dat moet een emmer wezen. Een emmer? Ja, natuurlijk, Sinterklaas, een paard kan toch niet uit dat glaasje drinken? Ja, daarom dacht ik dat het misschien voor Zwarte Piet was. Een domme paardenpiet, Sinterklaas! Nee. Ik gooi al die kopjes water in één emmer. Ja, die emmer staat op het dak. En die kopjes gaan in de emmer en dan komt het paardje. En dat paardje gaat het lekker opdrinken. En wat vindt Zwarte Piet fijn om in de schoen te krijgen? Voeden ze voor Zwarte Piet ook nog iets kleiner? Ja. Nou, ik durf daar niet te zeggen, Sinterklaas, maar ik hou zo van marsepein. Ook nog van appeltaart. Van appeltaart, Nou ja, als jullie dat toch weten, ik hou van appeltaart. Nou mag ik. Ja, hoor. Sinterklaas, dat liedje met z'n allen heb ik nou nog niet gehoord. Wat willen jullie zingen? Sigins komt de stoomboot, ja. Ik ook. Jij ook. Jij mag ook mee zingen. 1, 2, 3. Sigins komt de stoomboot uit Spanje weer uit. Hij brengt ons in Nicolaas. Ik zie hem al staan. Wat heb jij er een mooie ketting? Wie heeft die gemaakt? Elke. Heb je die zelf gemaakt? Ja. Prachtig, van allerlei mooie knoopjes. Kijk eens, jongens. Oh, dan moeten we allemaal eens gaan proberen. Pieter, kijk eens. Kunnen jullie je eigen kettingen maken? Een hippe ketting voor Zwarte Piet. Maar het is alleen maar als het feest is, hè, dat je hem omdoet. Alleen maar als het feest is. Ja. En met dat vrouwtje Bouw graag in de schoen? Vrouwtje Bouw. Uno da Otto. Van acht. Ja. Dat weet Sinterklaas wel, want vrouwtje Bouw de schoen wil. Ik weet het precies, hoor. En daar heeft Piet niets mee te maken, hè? Ik moet er toch in gooien, Sinterklaas. Ja, je komt het al. Ik doe een snoepje in mijn schoen. Jij snoepje in je eigen schoen? Ik heb nog een snoepje. Voor u. In mijn schoen? Oh, jij doet een snoepje in je schoen voor mij. Ja. Nou, dat is... Nee, voor mij. Ja. Jij doet een snoepje in je eigen schoen voor jou. Doen ze dat allemaal voor zijn eigen?
Nee, Sinterklaas doet het niet voor zijn eigen. Die doet het voor jullie. En kinderen doen dat voor jou? En kinderen doen het wel eens voor mij ook. Dat vind ik erg lief van die kinderen. Omdat Sinterklaas jarig is? Ja. Tuurlijk. En nu heb ik jullie... En ik doe soms een tekening misschien. Ja, maar dat weet ik. Ik denk, alle tekeningen die in de schoenen gevonden worden... Nou, die worden opgehangen als ze weer thuis zijn in Spanje. Morgenavond gaan we weer terug. Gaat u dan wel weer terug, Sinterklaas? Ja, misschien blijf ik nog ietsje langer voor een paar kinderen waar ik niet aan toegekomen ben, maar toch weer zo gauw mogelijk terug, hè? Ja, 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 ja. Het is ook zo koud hier, Sinterklaas. Ja. Oh, het is ook koud en zo nat. Ik heb een snoepje laten vallen. Oh, sorry, hoor. Sinterklaas, mag ik u nog even iets vragen wat een heleboel kinderen mij gevraagd hebben nadat ze u weer gezien hebben in Volendam? Ik hoop niet dat u het erg vindt, hoor. Nee. Maar ze wou zo graag weten of u uw baard zelf knipt. Nee, daar heb ik een kapper voor. Ja. Een kapper, Piet? Nee, nee, een echte barbier. Van Sevilla. Ja, die komt zo op gezette tijden mijn baard bijpunten. Vindt u mooi? Ik vind het prachtig. Ja? Zet u de krullen in, Sinterklaas? Of is dat van zomaar vanzelf? Het krult vanzelf. Mooie jongens. Mooie baard, hè? En weet je hoe die binnenkomt, vrouwtje Bo? Ja. Nee. La. Nou, en dan weet je, daar is hij er. Ja, 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 de barbier. Ja. Maar het is een mooie baard. Wil jij eens spoelen aan mijn baard? Zo is heerlijk zacht. Hoe heet jij? Gerard. Gerard. Voel eens even, Gerard. Haai er maar over. Zacht, hè? Ja. Wie wil nog even mijn baard voelen? Wie wil het? En zit ik dat? Jij? Mijn nou, voel maar. Zacht, hè? Wil Loesje ook voelen? Jij ook voelen. Mooi, hè? En laat me, mag ik nog even aan jouw haar voelen? Oh, dat is ook heerlijk zacht. Nou, de belangrijkste vraag. Bijna alle kinderen willen weten, hoe lang is uw baard? Hoe lang is mijn baard? Daar heb ik eigenlijk nooit bij stilgestaan. Ik vind hem behoorlijk lang. Ik vind een mooie baard. Maar hoe lang die nou precies is, dat zou ik u echt niet kunnen zeggen. Hoe lang is... Mag ik hem even meten? Meten? Ja. Hoe wou u dat nou meten? Ik heb een centimeter meegebracht. Ai, 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 ai. Als u het niet erg vindt. U heeft erop gerekend. Ja, nou, ik dacht, ik vraag het, want zoveel kinderen wou het weten. Maar als u het niet goed vindt, doe ik het niet. Zullen we het doen? Jongens, willen jullie het weten? Ja. Ja. Nou, goed, mevrouw Bouwman, meet je dan maar. 2 meter. Ga ik er even voor zitten. 2 meter, Piet. Nee, kan niet tellen, die Piet. 2 meter. Heeft u een duimstok? Hier zit het naast. Echte damescentimeter, hè? En zou ik even... Nee, hier moet u beginnen. Hier begint hij, hè? Ja. Zo, ja. Een beetje zo, ja. Oh, hij wordt steeds langer, Sinterklaas. Ja. Hij is 27, tot het laatste piekeltje van het haartje, 27 centimeter. Hier is nog 1 haartje, wacht even, dat hoort erbij. Ja, 28 centimeter. 28 centimeter. Nou, dat valt me behoorlijk mee. Ja, dat vind ik ook. Sinterklaas, nu zie ik het paard al daar klaarstaan. U gaat toch nog niet weg, of is het zo druk? Het paard weet... Beter de tijd dan wij. Hij voelt gewoon dat we nu weg moeten. Ah, ja. Nou, dan moeten wij weg. Moeten we nog 1 keer zingen? Ja. Ik wil zo graag nog 1 keer dat lied horen van Sinterklaas Kapoentje. Dat kennen we allemaal. Jij ook, hè? Ja. Ook. Nou, goed. Dan kom maar. Sinterklaas Kapoentje, gooi wat in mijn laarsje. Dank u, Sinterklaasje. Sinterklaasje, bonne, bonne, bonne. Gooi wat in mijn lege tonnen. Gooi wat in mijn laarsje. Dank u, Sinterklaasje. Nou moeten we nou zingen, hoor. Doe het dak op. En nou gauw naar huis, hè. Want ik zingen. Ja, ik heb het ook wel vaker gehoord, dat liedje. Maar ik vind het zo mooi, ik kan er gewoon niet genoeg van krijgen. Waar staan de schoentjes? Die gaan jullie nou thuis neerzetten. Toch neerzetten? Ja? Want Sinterklaas komt toch vanavond? Ja. Hè, maar dan slaap je misschien al. We hebben heel vaak wel eens de schoentjes. Jij zei dat jullie ons mochten zetten. Ja, jullie mogen hem allemaal zetten. Cadeautjes. Hoe? Krijg je cadeautjes vanavond van Sinterklaas? Nou, het zal wel goed komen, Sinterklaas. Ja, jullie krijgen allemaal wat. Goed. Heb jij wel eens vergeten mijn schoenen te zetten? Heb je het wel eens vergeten? Of is niet zo erg? Dan zet je hem de volgende keer neer. Ja. Nou, jongens. Nou gaan we dag even zitten. Zet u op de klok, man. Ja. Kijk een hand van jullie. Tot ziens allemaal. Ja, maar dag, Sinterklaas. Dag. Dag. Ja, jij ook natuurlijk. Dag. Dag. Ik maak mijn hand voor me. Ja.
Sinterklaas, en zult u erg voorzichtig zijn op het paard? Het is wel mooi weer, het is niet zo koud. Nou, ik ben er blij om. En hartelijk dank dat u weer gekomen bent. En u bent bedankt voor het zorgen voor die kinderen, hè? Nou, we vonden het enig. Goed. Dag Sinterklaas. Dag jongens. Dag vrouwtje Bo. Dag vrouwtje Bo. Dag, 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 dag